leuk dat jullie kijken. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Alweer. Maar dat had ik al aangegeven in mijn extra shoplog. Ik dacht, afgelopen week heb ik heel veel geshopt. Zowel in Zaandam als in Amsterdam. En de extra shoplog die is al online gekomen. En mochten jullie die nog niet hebben gezien, klik dan nu op het scherm. En als je via je telefoon kijkt, staat de link in de beschrijving. Let niet op mijn stem, ik ben verkouden. Nog steeds, want ik neem het dezelfde dag op als de Action Shop. Oh, heel logisch. Ik heb een aantal spulletjes gekocht en die wil ik gewoon aan jullie laten zien. Dus veel plezier met kijken. Ik wil als eerst beginnen met de Zeeman. De Zeeman heeft geen tasjes. Het is niet dat ik niet met een Zeeman-tas over straat wil lopen. Maar ze geven geen plastic tasjes meer. Je moet ze kopen. En ik dacht, waarom zou ik een Zeeman-tasje kopen? Maar dan kocht ik als eerst deze panty. Normaal gebruik ik die doorzichtige panties van de Zeeman. Maar ik dacht, ik probeer dit keer ook de zwarte panty. Dus deze. Ook kocht ik deze twee. En dit zijn gewoon van die strikjes. En ik dacht, het is vast wel ooit nodig voor een DIY. Dus ik nam deze mee. Volgens mij ga ik heel veel knippen in deze video. Maar dat komt omdat ik... zoals ik al zei, ik ben verkouden. En om de 2 seconden snuit ik mijn neus. En dat ziet er vast niet zo charmant uit. Dus dat knip ik steeds weg. Sorry daarvoor. Ik kan er ook niks aan doen. Dan ga ik verder met de Xenos. En bij de Xenos kocht ik dit canvas hard. In mijn Action Shoplog had ik al gezegd dat ik een krans wilde maken voor aan mijn deur. Van een hardvorm. Maar bij de Action in Zaandam. En je hebt er 2. Ik was bij eentje geweest. En daar hadden ze die hard canvas niet meer. Of ja, het lag gewoon nergens. Dus toen was ik naar Xenos geweest. En toen heb ik het daar gevonden gelukkig. En ik heb hem gewoon meegenomen. Maar toen ik bij de andere Action kwam in Zaandam, zag ik hem wel liggen. Toen had ik gek. Want bij de Xenos zijn ze iets duurder. Dus als je het ook wilt, moet je het bij de Action houden. Het is veel te koper. En ik kocht een boekje met allemaal van die memo blaadjes. En ik vond het wel heel erg schattig. Ik dacht, ik heb het vast wel ooit nodig. Het zijn van die stickers. En het was heel goedkoop, dus nou, waarom ook niet. Ook ben ik naar de V&D in Amsterdam-Noord geweest. En daar verkopen ze onder andere Sleek. En de vorige keer dat ik daar kwam, hadden ze dit palet niet meer. En dit is een highlighting palet. En ik wilde hem zo graag. Ik zag hem bij Shilling. Heb ik het. En dit zijn de kleuren, zeg maar. En ja, ik wilde al een lange tijd vloeibare highlighter. Of zeg maar, ja, niet poederen. Dus ja, ik ben heel erg blij met deze. Ook verkopen staat kleding van het merk New Look. En daar kocht ik onder andere dit vest / colbertje. Toen ben ik bij het Kruidvat geweest in Amsterdam-Noord. Want daar hebben ze 3 Essence-schappen volgens mij. 2 Catrice-schappen. En Mua verkopen ze ook. Maar ik kon niks vinden van Mua. En ze hadden vorige week hadden ze 1. Nee, ik lieg. Tweede halve prijs actie bij Essence en Catrice. En ik kocht voor mijn moeder iets. En voor mezelf. Ik dacht, ja, ik moet er toch gebruik van maken van Essence. Kocht ik deze lipstick en dit is de 03 Come Naturally. En dit zijn die nieuwe lipsticks van Essence. Ik begrijp niet waarom make-up merken altijd van die labeltjes of van die plakbanden plakken op van die lelijke plekken. Ik ben blij dat ik geen blogger ben, want hier kan je geen productfoto van maken omdat het zo lelijk is. Maar dit is dus deze kleur en hij is vrij donker. Maar hij is bruin, maar hij neigt ook een beetje naar het paars. En ik ben benieuwd of deze me zal bevallen. Weet je wat, ik swatch hem gewoon voor jullie. En dit is de kleur, het is wel een hele mooie. En ook kocht ik bij Catrice kocht ik een mattifying powder.
Ik gebruik nu die van MAC, maar die is bijna op. Dus ik dacht, ik neem deze. Eigenlijk wel blosse poeder, maar die hadden ze niet meer. Verkopen ze toch niet meer. Dus ik heb deze meegenomen. En ik heb een concealer meegenomen. De All Matte Plus 010 Light Beige. Nou ben ik niet zo licht. Maar die foundations die ik nu op dit moment heb, die zijn een tikkeltje te donker. Dus ik dacht, ja, ik meng het gewoon met een lichte foundation. Dus ik heb deze meegenomen. En ik kan het altijd gebruiken als ik iemand ga opmaken ofzo. Dus het komt allemaal goed. Toen ben ik twee keer naar de Primark geweest. En bij de Primark, ja, ik kan gewoon niks vinden wat ik echt leuk vind. Ik kocht een joggingsbroek. Ja, ik ben gek op joggingsbroeks. Ik zit thuis altijd met een joggingsbroek. En ze waren afgeprijsd, dus ik nam deze grijze mee. Hoppa. En deze zit gewoon zo lekker. Oh, I love it. En ik nam deze shirt mee. En dit is van de nieuwe lentecollectie. Ja, ik vond het echt een mooie, schattige kleur. Ik hou van deze poederroze kleur. En als laatst nam ik dit vest mee. En dat was het. Dat waren al mijn aankoopjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En ik hoop tot de volgende video. Doei doei!